Hier is de plaats van onze tweede overnachting bij Ouad Ben en nog wat. Ik weet niet precies hoe het heet. Daarna houdt de bruggetje, nu rijdt er een auto over. Misschien is het te horen. Ja, allemaal losse planken. En hier stroomt de rivier. Er is ontzettend veel water, veel regen van de laatste tijd. Dus het ziet er relatief hier groen uit. En dit is een soort oase, zeg maar. Het is nu ochtend, we hebben net ontbeten. Ik laat je even wat zien hier. Ik loop nu mijn kamer uit. En dan kijk ik gelijk hier over de rivier uit. Ait Habendu? Ait Ben Hadou. En niet te veel krachtterm, hè, want die laat ik. Je weet nooit wat ermee gebeurt met dit materiaal. Ah, het is wel een heel mooi moment om hier te komen. Ja, precies, je ochtendzon erop. Ait Ben Hadou. Moet je kijken, die witte berg op de achtergrond. Dit is een kastje waar die staat op het. Hoe heet dat? UNESCO Werelderfgoed of zoiets, hè? Ja. Oké. Okay. Kleine oase hier. Vlakbij Skoura. Nou ja, het is eigenlijk wel een grote oase. Ja, er is nog een bewoonde kasba hier. Die dode kasbas, die kennen we wel, maar bewoonde, hè? Ja, nou heb ik hem. Ik zit hier in de gang, joh. Dit is de eetkamer, in het midden een grote Marokkaanse lamp. Aan de rechterkant, aan hier de linkerkant, daar is denk ik niet veel van te zien. Morgen vind ik het nog wel opnieuw. Van buiten naar binnen.
open haard. In de gang hier. De gang naar mijn kamer. Eerst mijn kamer dan. Gaan we nog even de eetkamer filmen. Het is nu 's ochtends 8 uur. Prachtig hier. We gaan waarschijnlijk zo meteen buiten op het terras eten. Even kijken of we hier gaan ontbijten. Of hier. Dit is het Berber ontbijt. Bestaande uit pannenkoeken, omeletten, croissants, broodjes en heel veel soorten jam. Ja, hij is al aan het filmen. Oké, we zijn nu op de in het centrum van El Kalenibuna. En de tolpelingen stappen in de bus. En Job's camera is net gejat. Yeah.
Oké, dit zijn dus onze kamers van beneden afgezien, vanuit de vallei. Mooi. Vind je het mooi ook? Heel mooi, jongen. Heel blij. Naar de tourbiest waar we naartoe wandelen. Even een blik op de oase waar we nu middenin zitten. Hoe heet het dorp hier ook, Joop? Uitfini. City of zoiets? Uitfini. Uitfini? Oké. Uitfini. Sidifini. Ook goed. Nou, dan gaan we weer rond. Nee, allemaal Akbar. Nou, hier hebben we de rivier dan. De Zijrivier. Ah, het is wel leuk om dadelijk even... Oké, Dago die waant zich in het aasparadijs. En wil natuurlijk heel graag... Oh, hij is zo blij. Mooie temperatuur. Geparkeerd. En hier is dan Irocha de ingang. En een bepaalde kamer, zoals je ziet erachter. En dit is de ingangstuin. Nou, hier loop je verder alleen doorheen. Hier is het zwembad, maar daar is het eigenlijk nog toch wat te fris voor.
zo mooi. En hier komen we bij de receptie. Je ziet overal zijn originele details. Afrikaanse houtsnijwerk met alle inscripties. Overal details, lampen. Oeps, dan val ik me bijna van een trapje af. Kijk, zelfs hier zie je de details in deze panelen. Nou, dit is de eetkamer hier. Met schitterend uitzicht alle kanten uit, vanuit de ramen. Een kacheltje voor de kilte weg te jagen. En dit is de zitkamer hier. Waar we ook op de laptop van Ahmed mogen. Bonjour. Ahmed is aan het werk. Nou, hier is de open haard die 's avonds aangaat. De muziek staat aan. Ik film nu op het terras van Irocha. En dit is Ahmed, de eigenaar. Bonjour Ahmed. Salut. En ik ga... Merci. En dit is het dal waar we op uitkijken vanuit het terras hier. Ik laat nu het hele terras zien. Het is prachtig zonnig hier. Heerlijk temperatuurtje. Ik loop even richting mijn kamer nu. Nou, hier zitten we wel eens wat te drinken. En te kletsen zo. Hier bijvoorbeeld is een erg mooi puntje hier. En dan gaan we weer verder. Dit is een heerlijk hoekje. Het is overdekt, dus als je wat schaduw wilt hebben of zo, heerlijk. Nou, dan loop ik even door. En dan kom ik bij mijn kamer. De deur staat open. En hier is mijn kamer. Ik hoop dat die het licht goed pakt. Ja. Valt mee. Nou, hier is de best wel luxe badkamer. Ik zal even het licht aandoen. Nou, die is hier dan. Een mooi bad, mooi stenen bad. Nou, daar is de spiegel en dergelijke. Dus... En hier heb ik nog een hoekje. Voor mijn bagage en dergelijke.
Thank you.